In deze film maken we een achtergrond zwart. En om de achtergrond zwart te maken, hoeven we eigenlijk alleen maar een selectie te maken op de achtergrond en daar al het licht uit draaien. En dat is op zich helemaal niet zo ingewikkeld, het werkt via het aanpassingspenseel. En dat vind je hierboven of onder de sneltoets K. En als je daarop klikt, dan lijkt er in eerste instantie dat er weinig verandert. Je hebt nog steeds aan de rechterkant al je uh, sliders zitten waar je de instellingen kunt maken. Alleen als je boven de tekening gaat staan, dan krijg je een soort van kwast. En met die kwast kunnen we gaan werken. Nou, en om te beginnen wil je natuurlijk weten wat je selecteert. En dat ga je dus eerst eens aantonen in een soort masker overlay. En dat vind je hieronder. En als je dat aanvinkt, dan zul je gaan merken, als je dadelijk gaat selecteren dat dat een bepaalde kleur krijgt. Je kunt dat ook bereiken met de sneltoets O overigens. Ik ga even een klein stukje inzoomen. En ik zoom in naar bijvoorbeeld hieronder. Ik wil dus een selectie maken van de achtergrond. En ik wil dus niet in dit geval uh, het paarse doek rondom mijn model selecteren. Nou, als ik gewoon met de kwast aan de slag ga, dan zie je dat ik een rode vlek krijg. En die rode vlek is dadelijk wat er geselecteerd is. Die rode vlek, dat is mijn masker overlay. Zet ik dat bijvoorbeeld uit, dan is het weg. En zet ik het aan, dan zie ik dus wat ik geselecteerd heb. Er zit een klein zwart puntje bij. En dat puntje, dat is eigenlijk mijn selectie. Je kunt namelijk dit penseel meerdere keren toepassen. En dan zou je op die manier de juiste selectie kunnen kiezen. En let op wat er gebeurt als ik in de buurt van het doek kom. Ondanks dat mijn kwast deels ja, eigenlijk toch wel over het doek gaat, wordt het doek niet geselecteerd. Tot op een bepaalde hoogte, als ik er wel overheen ga, dan gaat hij gewoon helemaal mee. En dat komt omdat Lightroom eigenlijk best een beetje slim is. Lightroom kan een beetje kijken naar verschillen in foto's. Van, hé, hey, dit is bijvoorbeeld scherp in de foto, hier zit een hoog contrast in en de achtergrond is wazig. Maar de achtergrond is grijs en het doek is paars en het doek is ook veel lichter. Daar kan Lightroom allemaal rekening mee houden. Maar als je er overheen gaat... Of in het doek begint te schilderen, ja, dan gaat het natuurlijk mis. Nou, gelukkig kun je ook deselecteren. Als je aan de rechterkant een klein beetje naar beneden gaat, dan heb je hier de instellingen voor je penseel en je kunt ook kiezen voor wissen. Nou, als je dat aanvinkt, dan kun je gewoon een selectie ongedaan maken. En je kunt hier ook de grootte bepalen van je penseel. Je kunt het groter maken of juist kleiner. Maar dat kun je eventueel ook met de haakjes toetsen doen. Ik vind dat persoonlijk sneller werken. Dan hoef ik niet met heel mijn muis naar de rechterkant. En je hebt een doezelaar. Dat is de buitenste cirkel van de kwast. Dat is eigenlijk meer een soort verloop. Hoe, hoe zacht loopt de kwast uit? In de middelste cirkel is het hard, is het 100%. En buiten de buitenste cirkel is het 0%. Die ruimte daartussen, dat is een soort verloop. Nou, dat kun je ook nog gewoon aanpassen. Hier heb ik bijvoorbeeld maar een hele zachte rand. En als ik dan de kwast selecteer en de doezelaar klein zet van die kwast, dan zie je dat ik een hele harde borstel krijg. Ik vind het op zich altijd wel prettig om gewoon met de doezelaar op 100% te werken. En je kunt Lightroom nog vertellen van hou nou alsjeblieft nog een klein beetje meer rekening met dingen als kleur of licht door middel van het bereikmasker. En ik ga in dit geval het bereikmasker op kleur zetten. En luminantie staat voor het licht. En ik ga gewoon verder schilderen. En je ziet hier al een heel moeilijk hoekje eigenlijk. Um, geen idee hoe Lightroom daarmee omgaat. Maar ik ga er gewoon zo. Hup, eventjes met de muis in. En dat doet het eigenlijk gewoon best goed. En zo ga ik even heel de foto na alle randjes netjes doen. Welke grootte van de kwast je kiest, dat is even schipperen. Je moet gewoon een grote kiezen. Waarbij je eigenlijk gewoon een goede selectie kunt maken. Lekker grof. Maar waarbij die dus niet in dit geval in het doek gaat selecteren. Daar zit je niet op te wachten. Let erop dat ik ook alleen maar met de contouren rondom mijn model bezig ben. De rest van mijn model ga ik dadelijk als ik uitgezoomd ben. Gewoon met een grotere kwast veel sneller invullen dan iedere keer deze kleine bewegingen. Ik heb alle contouren wel geselecteerd. Ik zoom weer uit. En ik ga gewoon met een, een grotere kwast. Even de rest snel doen. Oké, okay, nu is mijn achtergrond is gewoon keurig rood. Alles in de achtergrond is geselecteerd. Dus ik kan inmiddels het masker uitzetten. En dan is gewoon weer de kleur te zien. Overigens, heb je nou toevallig een rode achtergrond, dan wordt het lastig om te zien wat je nou geselecteerd hebt. Daarom kun je gewoon ook de kleur van het masker veranderen. En dat doe je met de combinatie Shift-O. En als je daarop drukt, dan kun je een aantal kleuren doorlopen. Je hebt er bijvoorbeeld ook wit. Of in dit geval zwart. Maar ja, we willen naar zwart toe. En je hebt dus rood en groen. Ik hou het even bij rood. En ik zet het uit, want nu gaan we daadwerkelijk onze belichting aanpassen. En in dit geval kan ik gewoon keurig de belichtingsslider terugtrekken. En je ziet dat mijn achtergrond keurig helemaal zwart wordt. Ik kan het natuurlijk ook gewoon niet naar, in dit geval, min 4 trekken. Maar bijvoorbeeld, ja, dit rond de min 1,8. En dan wordt mijn achtergrond gewoon een stuk donkerder. Dat kan ook vrij zijn. Maar we willen in dit geval een keurig zwarte achtergrond. En zo eenvoudig is dat eigenlijk om te doen. En als je klaar bent, klik je gewoon op Gereed. En dan val je terug naar de gewone modus in Lightroom. En kun je gewoon verder met je foto. Als ik ze nog even naast elkaar zet. Ik heb dus de Before met mijn wazige uh, patroonachtergrond. En aan de rechterkant heb ik dus keurig heel snel een zwarte achtergrond bereikt. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei-doei.